Goedemorgen, ik heb weer een kaart getrokken voor deze week. En vandaag is het 8 augustus, het hoogtepunt van de Lionsgate. En dat is ook een heel mooi moment om stil te staan bij wat jij wil zien in jouw leven. Zodat je een beetje tijd kunt maken voor jezelf. Ga dan lekker in de zon zitten en mijmer over wat jij wil aantrekken in je leven. Daar is het vandaag een prachtige dag voor. Ik heb de kaart van Boodschap van de Dieren getrokken uit het dek van Colette Baron-Reed. En vandaag heb ik de armadillo getrokken. Een dier wat in Europa niet voorkomt. En ik heb even opgezocht wat voor dier het is. En het is een dier wat gepantserd is, wat goed kan graven. En wat als het zich onveilig voelt, kan oprollen tot een bal. En de buitenkant van zijn lijf ja, is beschermd door de harde korst. Nou geeft de armadillo aan dat het deze week belangrijk is om je grenzen in de gaten te houden. Grenzen stellen en luisteren naar wat je wel en wat je niet wilt of kunt, is in deze tijd sowieso extra belangrijk. We zijn soms zo ver weggedreven bij wat we voelen en we gaan zo makkelijk onze grenzen over, ja, dat we weer terug mogen keren naar onszelf en voelen, want we voelen het best wel als we een grens overgaan. Maar daar dan ook naar handelen, dat is een volgende stap. En soms is het belangrijk om eerst een grens te voelen en aan jezelf toe te geven. Tegen jezelf te zeggen, nee, dit wil ik niet. Of ja, dit wil ik wel. Maar de armadillo nodigt ons uit deze week om krachtig nee te zeggen als iets echt niet goed voelt. En ons lijf geeft daar allerlei kleine signaaltjes voor. Kan zijn dat je voelt dat je energie wegloopt. Kan zijn dat je voelt dat je in de krapte terechtkomt of dat je je kleiner voelt. En dat zijn allemaal tekenen dat je lijf aangeeft dat er een grens is bereikt. En dat het dan belangrijk is. En soms kan het best wel lastig zijn om te zeggen van nee, dat wil ik niet. Want we willen iemand anders niet teleurstellen. We voelen ons verplicht om iets te doen. Er zijn allerlei redenen waarom we onze eigen grens overgaan. Helemaal als je werkt, dan, ja, dan is het soms lastig om te kijken van waar kan ik het misschien iets trager doen of waar kan ik nee zeggen. Even mijn gedachten aan het ordenen. Die grenzen is zo'n groot en wijd onderwerp. En het is soms zo subtiel dat we pas 's avonds in bed denken: oh jeetje, nou, dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Vandaar dat, ja, hoe kun je opmerken dat een grens bereikt is? Door te vertragen. Door dingen iets langzamer te doen, door tijd te vragen om na te denken. Als iemand vraagt, ja, wil jij dit doen? Dat je dan een keer ademhaalt en zegt, ik denk er even over na, of ik kom er bij je op terug. En dat brengt dan, dat komt meteen het andere onderwerp erbij, want we hebben vaak ook zo geleerd om zorgzaam te zijn voor iemand anders. Als je ziet dat er iets misgaat, om meteen in te grijpen. En als je in zo'n reddermodus terechtkomt, dan kun je jezelf ook uitputten en ook over je eigen grenzen heen gaan. Bovendien ga je misschien ongewild ook over iemand anders grens heen. Misschien had iemand gedacht, oh, dat wil ik wel zelf doen, maar niet nu. Als je gaat helpen zonder dat er een vraag is, of gaat helpen omdat je ziet, oh, dat gaat mis. Dan ontneem je eigenlijk de ander de kans om dingen zelf op te lossen.
Dat geldt voor volwassenen, maar dat geldt zeker ook voor kinderen. Kinderen die, dat is tenminste wat mij is opgevallen, krijgen soms wat minder de kans om te vallen en op te staan. Om uit te zoeken van hoe iets werkt en hoe iemand, hoe diegene dat voor elkaar kan krijgen. Omdat als ouder we het vaak al voor ze oplossen. Alleen worden ze daar creatief van, gaan ze dan zelf op zoek naar oplossingen, leren ze om, als ze vallen, zelf weer op te staan. In het besef dat er natuurlijk iemand is die ze kan troosten of waar ze kunnen, tot rust kunnen komen. Maar hoe belangrijk is het dat je leert om op te staan? Dat is ook een grens. Dat is ook een grens voelen. Ik ben gevallen, maar ik heb ook de kracht om weer op te staan. Dan leren mensen ook van, oké, als ik dit doe, dan gaat het mis. Dan leert iemand ook grenzen kennen. Als wij het als volwassenen oplossen voor iemand anders, dan ontnemen we iemand anders per ongeluk de kans om zelf iets te ontdekken en een ervaring op te doen waar je van kunt leren. We zitten ook in het levenspad van de blauwe storm. En het kan er stormachtig aan toe gaan, maar dat hoeft helemaal niet. Als jij fijn in je midden kunt blijven, en dan zijn grenzen ook heel belangrijk. Als jij in je midden kunt blijven, dan kun je eigenlijk heel rustig en kalm door deze periode heen navigeren. En het is steeds een uitnodiging om weer terug te keren naar je eigen centrum. Ook als het om je heen mega turbulent is en er van alles en nog wat gebeurt. Hoe fijn is het dan dat je weer terug kunt keren naar je eigen centrum. Contact kunt hebben met jezelf, met je gronding. En van daaruit weer een volgende stap te zetten. Een blauwe storm is ook een tijd dat er nieuwe dingen geboren kunnen worden. Je ziet het als weeën. Weeën die komen en weer gaan, komen en weer gaan. En die dan wellicht iets nieuws in je leven geboren laten worden. Ik kijk even op mijn papiertje of ik alles gehad heb. Ja, dus een belangrijke vraag om mee te nemen is, wat wil ik? Wat wil ik wel? En wat wil ik niet? En al is het maar dat je het aan jezelf toegeeft, voordat je een stap de buitenwereld inzet om daar je grenzen aan te geven. Soms is het heel belangrijk om eerst tegen jezelf te zeggen, oh, dat doe ik wel, maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Dus neem die vraag de week mee in. Wat wil ik eigenlijk? Diep in mijn hart. Welke verlangens zijn daar? Verbind je daarmee, want vandaag nogmaals is de Lion's Gate. En kun je dingen in je leven intrekken die je in je toekomst wil zien. Ik wens je een prachtige dag.